Wanneer hoorde jij trouwens dat je ging spelen, ging debuteren in de basis? Dat was gisteren voor de training. De trainer kwam naar me toe dat Kamo Mokoccio niet kon spelen, geblesseerd was. En ja, die vroeg of ik er klaar voor was. En dat was ik wel. Dus toen zei je volmondig ja, neem ik aan. Ja, tuurlijk. Ja, ik had wat lichtlast van mijn enkel, maar was fit genoeg om te kunnen spelen. Dus was wel tevreden vandaag. Is het dan moeilijker om op zaterdagavond de slaap te vatten dan op andere zaterdagavonden? Nee, ik was niet echt zenuwachtig. Ik heb wel vaker wedstrijden gespeeld natuurlijk. En niet heel veel, maar ja, ik bereidde me niet anders voor dan op andere wedstrijden. En als je het veld op gaat, is er dan sprake van extra nervositeit? Nee, ja, het eerst de entourage hier zo was wel mooi, de sfeer is wel goed. Maar als eenmaal het fluitsignaal gaat, dan ben je gewoon geconcentreerd en dan sluit je van de mensen om je heen af. En dan leef je wat mij betreft een prima prestatie. Denk je daar zelf ook zo over? Ja, op zich ging het wel goed. Weinig balverlies. Ik voetbalde aardig mee. Kleine kansjes misschien. Die schoten die ik had. Eentje net naast een vrije trap hier. Redelijk. Ja, die vrije trap was uit een moeilijke hoek. Dus die zat nog aardig erbij. En ja, ik vind dat ik zelf het schot wat naast ging gewoon op doel moest. Minimaal op doel. Maar het mocht niet zo zijn vandaag. Volgens mij wilde je ook de eerste vrije trap nemen die Bruins uiteindelijk nam. Of zag ik dat wel verkeerd? Nee, er was wat discussie over, maar de jongens wezen me op de afspraak en ik accepteerde het maar. Maar een paar weken, kun jij ze misschien opeisen of niet? Ja, wie weet. We zullen het zien. Misschien op de training nog meer oefenen en dan komt dat goed. Ja, ben jij dus persoonlijk, is dat de eindconclusie, ongeacht die nederlaag, dichter bij je doel gekomen? Een basisplaats in Feyenoord 1? Ja, ik weet niet of dit heeft geleid tot tot dichter bij een basisplaats. Dus, aan de training. Ik blijf gewoon elke week hard werken. En de speelminuten die ik krijg zo goed mogelijk proberen in te vullen. En dan zien we het vanzelf wel.